Doken Smit, je wint vanavond met 0-1 in Waalwijk. En je zei het net, 3 kletsnatte punten. Want jullie hebben letterlijk en figuurlijk een storm doorstaan hier, hè? Ja, helemaal die laatste minuten dan. Dan was het stormen van RKC en stormen vanuit de lucht. Dus dan maakt het nog iets lekkerder om dan zo met 0-1 te winnen hier. Vond je het een verdiende overwinning vandaag? Ik denk het wel. Ik denk dat wij qua veldspel denk ik wel de betere ploeg waren vandaag. Ik denk dat zij ook wel aardig wat kansen hebben gehad. Dus ja, misschien hebben we wel evenveel kansen gehad. Maar ik denk dat wij qua veldspel wel beter waren. En ik denk dat wij ook nog meer hadden kunnen maken dan één goal. Ja. Ik had ook het gevoel dat wij ze misschien wat in leven hielden. Hè? Want we krijgen in de eerste helft krijgen we een penalty. Dan mis je die. Dan denk je toch van, oh jee, het zal toch niet zo'n avond worden. Ja, ik zelf dacht het niet meteen. Ook omdat het nog vroeg in de wedstrijd is. Dus ik zelf dacht dat niet meteen. En je zag ook daarna dat we de wedstrijd redelijk onder controle hadden. De enige momenten dat zij gevaarlijk waren, dat was omdat wij slordig waren. Ik zelf ook af en toe. En eigenlijk bijna iedereen eerste helft wel één momentje gehad. En dan worden zij gevaarlijk. Maar verder hadden we het redelijk onder controle. Ja. Dus ik had niet meteen aan die gemiste panel het gevoel van oei, dit wordt heel lastig. Ja, dat hadden we even nodig. Hè. We hebben wat laten liggen de afgelopen weken. Dat hebben we zelf gedaan, vind ik. Hè. Ook tegen goede ploegen. En dan bedoel ik met name Feyenoord. Hè. En goed Feyenoord. Ja, zonde. Ja, we hebben minimaal een punt verdiend. En achteraf wint Feyenoord verdiend. Hè. Laten we eerlijk zijn. Maar dat doen we zelf ook. En dat wil je niet. Ik wil met mijn jongens die iedere dag alles ervoor doen. En ik weet wel dat we dingen moeten verbeteren. Dat weet ik wel. Dat zal ook zo blijven. Het hele seizoen. Maar hoe mijn jongens het doen, ja, die gun ik alles. En ik gun mijn club alles. Dus dat doet me pijn. Weet je? Dan denk ik, verdorie, we hebben het weer nodig. We moeten zien dat we erin blijven met z'n allen. Hè? Dan hebben we dit plezier wat we hebben met z'n allen moet blijven. Vond je het vanavond een verdiende overwinning? Ja, we hadden tactisch hadden we goed gekeken. Hè? Op laatst krijg je de pompen met die grote jongens. Ja, dat is een lang levende greep. Hè? Maar hoe we dat voor elkaar hadden, verdedigend. Hoe we het voor elkaar hadden aan de bal, het keuzes maken, mensen vrijkrijgen. Ook de diepgang tegen 5 verdedigers. Ja, dat deden we heel goed. En ik denk dat we Robin Moulin nou wel wat meer vrij hadden kunnen spelen. Hè? Want die lieten we wat uitzakken zodat Meulensteen niet kon doorstappen. Nou, echt keurig van de boys, keurig. Dik verdiend dus. Had je het idee dat wij ze misschien ook wat in leven lieten? Nou, vind ik wel dat we weer een paar keer dat we een bal wouden spelen. En dan lukt het niet door het veld. En dan speelden we alsnog. En toen kreeg je eigenlijk een rechte bal die zij overnamen. En Doken die een keer een schijnactie deed die bal liet lopen. En dan kreeg je even dat zij het overhand kregen, omdat ze dat opportunistisch spelen. Maar voor de rest ja, was het eigenlijk een terechte overwinning, denk ik. En de nul achterin natuurlijk. Je zei voorgaande wedstrijden dat je misschien net wel eens die hardheid miste. Zag je dat vanavond wel terug? Jawel, en we hebben ook een keer geluk gehad op de lat. Maar tegen deze jongens, die weet je al. Hè, maar ook tegen Feyenoord maken ze 2 goals. Hè, en ze winnen van de week met 3-0 van Willem II. Ja, dat doen mijn jongens toch goed. En we leren iedere week in dingen die we beter moeten doen. Maar we doen ook heel veel dingen al goed. Hè. Hetzelfde ploeg als vorig jaar in de KKD, hè? Nu in de Eredivisie. Dat doen we gewoon hartstikke goed. 15 punten, je slaat gevoelsmatig denk ik ook weer even een gaatje met de onderste ploegen. Hoe lekker is dat? Ja, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Dat moet nog veel groter worden voor de winterstop. Dat zou mooi zijn. Ah ja, dat was vandaag duidelijk, ook andere wedstrijden. Dus veel ploegen tegen elkaar die rond die plekken staan. Dus we hebben vandaag een hele goede slag geslagen. Alleen ja. Het zegt nog niks voor de rest van het seizoen, maar het is voor nu en dit weekend is het wel was een hele belangrijke pot en 3 punten. Ja. Hoe vond je het feestje met de supporters nog aan het einde? Ja, lekker glijden toch? Ja, was leuk. Ja, met zo'n nat veldje, dan moet je even een buikschuiven maken, is mooi. Nog een positief ding denk ik. Je creëert vanavond ook heel veel kansen. Ja, daar was ik heel blij mee. He, ik blijf voor Nicky Dodeman. He, die ben ik aan het plagen. En ook op de training aan het plagen. Want ik vind dat hij veel meer in hem heeft dan hij laat zien. En wat er nu gebeurt, dat gunt ook de hele ploeg hem. Het is een hele leuke jongen. Die doet het leuke, dat moet hij houden. Maar daarnaast moet hij ook ietsje... Maar die jongen is uniek. En die gun ik het, wat er vandaag is gebeurd. Hè. Naast mijn hele ploeg natuurlijk ook heel erg. En dat zie je na de wedstrijd zie je dat ook weer terug. Want het feestje wordt met z'n allen via het buikglijden. Heerlijk toch? Ja, maar we hebben hier 400 man zitten, hè. Ja, en ik was onderweg. Ze waren al in het hotel waar we waren. Ja, geweldig. Ja, ik hou daarvan, zulke dingen. En ik zeg ook altijd, jongens, het moet stil worden. Ja, het moet stil worden. Of het stil worden in het stadion. En dan spelen we thuis, want wij hebben 400 man. Nou, hartstikke goed. Hartstikke goed.